Dit is Boots on the Ground. Van de lagers in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent een aanval op één is een aanval op allen. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. En aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronzen Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Welkom vandaag weer een nieuwe aflevering van Boots on the Ground Warfighting. Vandaag hebben we een marineman bij ons, waarbij het zoute water eigenlijk door zijn aderen heen stroomt. Roy de Ruiter, kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine. Hey Gijs. Hey Roy. Hey Simon. Ja, leuk. Hier, ga zitten. Oké. Dan ga ik aan de andere kant van jou zitten en dan gaan we beginnen. Ik heb er zin in. Hey, welkom vandaag allemaal weer bij een nieuwe Boots on the Ground Warfighting. Hier in de gouverneurswoning van de KMA. Eigenlijk de bakermat van de officieren. Vandaag met mij hier de overste Roy de Ruiter. Jij vliegt ook helikopters, geloof ik, toch? Ik heb gevlogen, ja. Heel mooi. Maar eigenlijk, zoals het in het adresboek staat, is het kapitein-luitenant ter zee. Daar gaan we straks nog even meer over spreken. Hè? En wat ik me ook bedacht trouwens, want dit is natuurlijk wel de bakermat van de officieren van de Nederlandse krijgsmacht, maar niet voor marinemensen, toch? Nee, het Koninklijk Instituut van de Marine zit in Den Helder en daar worden de officieren van de marine opgeleid. Klopt. Oké, maar uiteindelijk moeten we in oorlog en moeten we met z'n allen samenwerken. Hè? En het is toch wel apart dan dat de marineofficieren in Den Helder worden opgeleid. En voor mij, ik ben niet heel historisch zover onderlegd, maar voor mij hebben we de tijd ook samen gedaan. Maar op een gegeven moment is dat gesplitst. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat Den Helder dicht bij zee ligt. En dat je vaak naar zee moet. Zeker het grote deel van de mensen wordt ook opgeleid als wachtofficier, zeg maar stuurman. Ja. Dan is het makkelijk als je met 10 minuten lopen aan boord van een schip zit en gelijk kan oefenen. In plaats dat je met de bus moet. Dus ik denk dat het daar historisch vandaan komt. Maar vast ook wel de scheiding tussen de krijgsmodellen die zeker vroeger aparte clubjes waren. Maar dan weet je ook dat hier, als je het hebt überhaupt over het optreden, het militair optreden op water, hier achter het poortje en het turfschip van Breda, dat hier eigenlijk ook de bakermat is gelegd voor het Nederland waar we nu daadwerkelijk in leven. Absoluut, ja. Nou, mooi zo. Hey, vandaag gaan we het hebben eigenlijk over niet zozeer de marine, maar wel het maritieme domein. Dus in de militaire wereld, ook zeker binnen de NAVO, hè, waar we als Nederland al onze militaire capaciteiten ook daadwerkelijk inzetten, hebben we het over 5 domeinen. Het landdomein, het luchtdomein, het maritieme domein, cyberdomein en space. Alles wat in de lucht plaatsvindt. En vandaag gaan we dus kijken naar dat maritieme domein, naar eigenlijk sea power, zoals dat mooi heet. En ook een doorkijken maken naar sea power, daadwerkelijk in the future of war. Want een hoop dingen gaan natuurlijk veranderen. Ik had gevraagd om wat mee te nemen. Je hebt een wereldbol meegenomen. Hè? En zou je op basis van jouw wereldbol kunnen uitleggen, zeg maar, hoe dat maritieme domein, dat domein van voornamelijk water of boven, op en onder water, geloof ik, hoe dat in elkaar steekt? Nou, trouwens, goed dat je zegt van het maritieme domein is geen marine. Ik denk dat dat voor elke domein geldt. Ik denk dat we aan alle domeinen actief zijn, altijd al. Dat wordt alleen maar meer, maar daar gaan we het straks over hebben. Ik heb die globe meegenomen. Omdat denk ik heel veel zegt over de marine. Hè? See the world, join the navy. Dat zit er eigenlijk al in. Hè? Dus ik denk voor veel marine mensen, als je het ook over cultuur hebt, is dat ook wel. Hè, die kijken met de rug naar land eigenlijk en kijken naar de zee en naar de wereld. En nou goed, ik heet de Ruiter, maar mijn verder overgrootopa met een andere achternaam, iets andere verbastering. Ja, die was ook overal in de wereld te vinden. En allemaal via de zee. En als je naar de zee kijkt, het is een grote bak met water. Een groot deel van het aardevlak is water. Dat is een beetje cliché. Maar het is natuurlijk wel waar. En dat water, dat is overal. Het is heel groot, heel leeg. Er zijn geen objecten, dus je kan je daar niet verstoppen. Dus dat doet al iets met het opereren op zee en vechten op zee. Het is een gevaarlijke omgeving. He, voor mens. He, je kan eigenlijk niet zonder een schip overleven op zee. Het is vaak koud, maar het is ook voor machines lastige omgeving. Corrosie, zout. Dus dat maakt dat de manier van opereren er anders is. En wat grappig is van die zeeën, als je daarnaar kijkt, en dat is wel leuk van die globe natuurlijk, is dat je ziet dat al die zeeën met elkaar in verbinding zijn. En dat maakt de zee ook zo belangrijk voor de mens. Het is eigenlijk, zoals Mehenne, een van de grote denkers, waar we het straks over gaan hebben, zei het is de Great Highway. Het is vervoer van spullen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Hè? Mehenne was 19e eeuw. Ja, klopt. Maar het is nog steeds, ik geloof iets van meer dan 90% van alle spullen in gross weight, hè, in gewicht, gaat over zee, wordt over zee vervoerd. En daar is eigenlijk nog meer bijgekomen, want heel veel data, denk aan datakabels, internetkabels, en ook energie, windmolens, is op zee. Dus je ziet dat die zee heel belangrijk is voor onze manier van leven en economie. En dat is niet alleen economie, het is ook uitwisseling van culturen. Hè? Dus dat betekent ook dat je door met zeeën, zeker vroeger, met elkaar in verbinding kon komen. Dus dat maakt de zee denk ik interessant. En wat ook interessant is, en dat is misschien een laatste punt, is dat een groot deel van die bak met water, zeker als je de grote oceaan kijkt, eigenlijk alles buiten de 200 nautical miles is zonder jurisdictie. Is open zee. Daar heeft eigenlijk niemand zeggenschap over. Niemand wat over te zeggen, ja. Ja, en daar gebeurt dus ook van alles. Ja, er zijn ook geen regels, toch? Nee, er zijn eigenlijk geen regels. Ja. En binnen de 200 mijl zijn er meer regels. En binnen de 12 mijl helemaal. Maar dat betekent dus dat je met een schip, hè, dus, of met een krijgsmacht, dus nou, daarom is bijvoorbeeld zo'n Amerikaanse carrier ook zo machtig. Je legt een carrier met 90 vliegtuigen, dat is dus eigenlijk airpower, leg je voor de kust van een land. Dus dat is helemaal niks. Ja, dat is eigenlijk heel klein stukje Amerika daar. Ja, en China en de Chinese wateren daar, Zuid-Chinese zee, heb je een klein stukje Amerikaans grondgebied op zo'n fregat of zo'n onderzeeër of zo'n carrier. Ja. Absoluut, en daar kan je dus invloed mee uitoefenen, positief, negatief. Nou, bijvoorbeeld, de eventjes laatst natuurlijk naar de Zuid-Chinese zee gevaren. En wat daar gebeurt, is dat China zegt, dat is ons gebied. Hè. Ze spuiten allemaal eilandjes op. En dan heb je het over de vrije doorvaart, de internationaal recht, rechtsorde. En daardoor heen te varen laat je zien van, nou, dit is gewoon vrije zee. We kunnen er gewoon doorheen varen. Dus dat heeft dus invloed op hoe we met elkaar omgaan. Ja, dat is interessant. Hè? Wat je eigenlijk ook een beetje zegt, is dat de marine ook gewoon een hele... Ja, hoe zeg je dat? Hechte relatie heeft eigenlijk met onze maritieme trade, hè? Misschien wel handel, onze koopvaardijschepen en dat soort zaken. Hè? Maar wat ik ook altijd wel mooi vind aan de marine, kijk, de landmacht, natuurlijk van de landmacht, heeft natuurlijk ook een traditie, die gaat ver terug. Hè? De luchtmacht wat minder ver terug, hè? Een jaartje of 100, 120. Nou, voor cyber is dat misschien 20, 15 jaar. En space, als militair domein, is het eigenlijk pas november 2019. En de marine gaat echt heel ver terug. En... Wat bij mij resoneert, hè, ook als je nou gaat kijken naar de relevantie van historie, is eigenlijk in die voor 1900-periode hadden ze het wel eens over gunboat diplomacy. Hè? Dus een Amerikaanse kanonneerboot die dan eigenlijk naar Japan toevoer en dan eigenlijk daar de handelsbelangen van de toenmalige de United States eigenlijk veilig stelde door middel van gunboat diplomacy. Hoe zie jij die relatie eigenlijk tussen handel en marine, en dan misschien ook wel een beetje nu kijkend naar de actualiteit, hè, wat er plaatsvindt dan in Europa. Hè. We hebben weer oorlog op ons continent en de Zuidoosthoek in de Oekraïne en de regio Rusland. Ja, dus die gunboat diplomacy en die handel, hoe zit dat nou precies in elkaar? Nou, ik denk die relatie die legt is denk ik heel terecht. Ik denk dat de marine en dat handel dus groot deel over zee gaat. Dus het is altijd een relatie geweest met die Great Highway, zeg maar. Ja. Ja, dus dat relatie. En ik denk dat het Nederlands belang vertegenwoordigen. Dus verdedigen in offensief, defensieve zin, militaire zin. Maar ook vertegenwoordigen, hè? Dus ook vlag vertonen. Marineschip gaat elke reis wel een keer langs bij een haven. Dat klinkt allemaal wel leuk, maar het heeft ook vaak een functie. Je nodigt iemand van het bedrijfsleven uit. Je nodigt de ambassadeur uit. Dus het schip is dan een Nederlands grondgebied. Je maakt een mooie receptie. En je kan dus ook daar diplomatie mee doen. Maar als het vervelend is, kan je inderdaad... en dat is natuurlijk nu misschien wat lastiger... maar goed, zo'n carrier, dat is eigenlijk een moderne vorm van gunboat diplomacy. Een van de dingen wat de Amerikanen van de jaren 90 hebben gedaan... toen China ook met Taiwan bezig was... hebben ze daar een aantal carriers doorheen neergelegd. En toen was China, toen waren ze niet zo sterk... moest zich dus een beetje gedijst gaan houden. Dat is eigenlijk een moderne vorm van gunboat diplomacy. Van, hey, we zijn er, ga niet te ver... want dan kunnen we klap uitdelen. Ja, ze zeggen ook wel dat het in ons zit, hè? Dus als Adelbors bijvoorbeeld, over het Kim... je wordt al heel snel geleerd om recepties te doen. Hè? Dus je gaat je eerste reis maken. Maar. En dan sta je daar in je witte pak. En dan denk je, wat moet ik eigenlijk zeggen tegen al die mensen? Maar dan word je geleerd om eigenlijk als een soort diplomaat te kunnen acteren. Om gastvrijheid te tonen. Om Nederland te vertegenwoordigen. Ik kan me voorstellen dat bij de landmacht dat veel minder gebeurt. Omdat je niet in de positie komt om dat te doen en dat misschien ook minder in de cultuur zit. Nee, maar in de eetzaal kun je het zien, hè? Dus de marineofficier die doet dat met mes en vork. De landmacht, militair, ben je zwart-wit, maar het liefst met zijn handen. Nou ja, de luchtmacht die heeft eigenlijk nog de olie aan zijn handen zitten. Nou ja, onze cybergoeroe die doet dat met een afhaalpizza en space. Ja, ik weet niet, die hebben van die vriesdrooge zakjes. Ja, die magnetron. Ja, precies. Ja, goed, en het is niet beter of slechter. Hè? Het gaat over, nou, dat komt misschien zo nog op. Ja, maar het is wel iets over die cultuur. Hè? Cultuur, en dat zijn uitingsvormen van cultuur die uiteindelijk moeten herleiden tot waar we opereren. En jouw vraag over moderne conflict. Nou, als je dan, ik pak die globe even bij, maar bijvoorbeeld, Oekraïne is natuurlijk een conflict op land. Uiteindelijk is elk conflict op land, daar wordt een conflict beslist. Maar het heeft een sterke maritieme component. Het gaat ook over beheersen van de Zwarte Zee. Het Krim, die hebben ze al, de Russen. Ja. Dus daarmee heersen ze natuurlijk al een groot deel. Maar je ziet ook de aanvalslijn was op Kiev, maar ook zeker langs de kust, om die kust eigenlijk af te sluiten. Want waar is Oekraïne heel goed in? Is graan produceren voor de hele wereld. Ja, dat is de grootste graanproducent. Ja, klopt. En daar zien we nu al gelijk problemen in. De graanprijzen gaan hoog. Zeker landen die daar erg afhankelijk van zijn in Afrika. Ja, hoe krijgt het land eruit? Ja, nou ja, dat is weer een voorbeeld van die Great Highway, zeg maar. En dus ook het belang daarvan. En een ander aspect is, en dat is meer strategisch niveau. Kijk, Rusland heeft niet zoveel havens. En zeker niet zoveel ijsvrije havens. De eentje die ze hebben is Sint-Petersburg. Maar door Zweden, Finland, toegetreden zijn tot NAVO of voornemens zijn dat te doen, is eigenlijk de Oostzee, de Baltische Zee, is eigenlijk een binnenzee van de NAVO geworden. Dus het is niet meer vrij toegankelijk. En de Zwarte Zee was ook een haven die altijd ijsvrij is. Dat is ook een manier. Hè? Nou, dat is ook de reden waarom ze wat in Syrië Tartus hebben geleased. Ja, die haven, ja. Ja, dus dat ze toch iets hebben in de Middellandse Zee. Nou, dat is interessant, hè? Kijk, als je nu naar de actualiteit kijkt, ook je kijkt naar bijvoorbeeld het conflict in Oekraïne, Rusland eigenlijk, dan als je de beelden ziet, je ziet kapotte tanks, artillerie door de lucht heen vliegen, maar allemaal raakt het land. Vliegtuigen die neergeschoten worden of vice versa. Je hoort nog wel wat over cyber, hè? Activiteiten die plaatsvinden en space. Nou, als ik zeg Elon Musk en zijn Starlink is dan wel duidelijk, maar op de marinevlak hoor je natuurlijk weinig, behalve dan dat de Moskva, hè, dat vlaggenschip eigenlijk een stukje is geschoten, maar wat we niet zo goed beseffen is dat de raketvolleys en de missal, ook raketten in het Engels, maar die dan daadwerkelijk Oekraïne binnenvliegen, dat een groot deel komen die van die maritieme platformen in die zee. Absoluut, en vice versa. Dus ook die schepen die worden vanuit land aangevallen. En dat is denk ik, daar gaan we langzaam misschien richting multidomein, is dat die vervlochtenheid tussen die domeinen steeds groter wordt. Omdat vanuit zee ben je echt van invloed op wat er op land gebeurt. Veel meer dan misschien vroeger, door bereiken en dat soort dingen. En andersom ook. Dus op zee ben je ook minder veilig dan voorheen, waar je op die grote plas, zeg maar, buiten bereik kon komen. Dus de scheiding tussen domeinen, en zeker de scheiding tussen land en zee. Kijk, lucht is overal natuurlijk wel aanwezig. En space en cyber. Ja. Maar die land- en zee-scheiding, die wordt steeds dunner. Daar liggen kansen en bedreigingen. Ja, we hebben nu een beetje de geopolitiek gepakt en daar het maritieme domein en een beetje de marine eigenlijk al in ingeplaatst. Maar als je meer gaat kijken naar de militaire aspecten, hè, kijk, voor het land optreden zeggen we eigenlijk altijd, als ik het een beetje vanuit mezelf vertrek, het gaat over plaats en tijd. Hè? Dus kijk, hoe zit het eigenlijk voor de marine? Dus kijk, als je bijvoorbeeld de luchtmacht pakt, plaats en tijd, het kan soms heel snel gaan. Hè? De F-35, als ik dat is die Joint Strike Fighter. Als ik de luchtmacht zelf mag geloven, kan die macht 10. Maar die kan, in principe, zeg maar, in een, weet ik wat, 1, 2 uurtjes zit hij daadwerkelijk daar. Is hij 1000, misschien wel meer dan 1000 kilometer, misschien wel 2000 kilometer verder. 1,5 uur zit hij aan de Oekraïnse grens. En hij is ook weer weg, hè? Hij kan niet lang blijven. Hoe zit het zeg maar, voor marineplatformen en in die grote bak met water? Kun je zeggen over plaats en tijd voor ons om daar een beetje gevoel bij te krijgen? Ja, een schip gaat misschien niet zo snel als een F-35. Het zegt dat hij 15, 20 mijl gaat, hè? Zeemijlen. Dus dat is zeg maar 40 km per uur, laat het zo zeggen. Dat is niet heel snel, maar kan wel continu doorvaren. En een schip, omdat die zee is natuurlijk heel groot, is eigenlijk een heel onveilige omgeving voor mensen en machine. Dus een schip moet eigenlijk alles mee hebben en heeft een lang voortzettingsvermogen. Je kan overal bereiken. De schepen zijn ook ontworpen om lange afstanden af te leggen. Dus het duurt wat langer dan een vliegtuig, maar uiteindelijk komen ze er wel. En ik denk dat het groot verschil met een vliegtuig is dat je er dus ook kan blijven. Je kan zelf water maken. Je kan redelijk wat voedsel meenemen. Je kan op zee bevoorraad worden. Dus je kan grote afstanden afleggen. Ja. En daar ook lange tijd aan zelfstandig aanwezig zijn. Je hebt eigenlijk zo'n mini-systeem. Je hebt nou boven het water, op het water of onder het water zitten. Binnen de landmacht en ook al binnen de luchtmacht hebben we het vaak over systems. Ja. He, zodat je eigenlijk allerlei kleine dingetjes hebt die je in tijd en plaats bij elkaar moet brengen. He. Dus een tank met infanterie en artillerie. Dat zegt iedereen wat, he, combined arms maneuver. He, voor de luchtmacht geldt natuurlijk ook wel. He. Dus je hebt een vliegtuig is één ding. He, maar die moet natuurlijk effect brengen. Dan heb je elektromagnetische en electronic warfare nodig. Om te zorgen dat hij niet zichtbaar is. En je hebt grondverdediging nodig. En je moet jammen. En je hebt tankers nodig. Dat systeem meer. En nou, het lijkt wel op dat als je het hebt over marineplatforms of vergat, die heeft het eigenlijk allemaal in zich, toch? Ja, het zit allemaal in een schip. Er zit luchtverdediging, ja. Er zit een bakker in, van dat soort dingen, er zit een helikopter op. En daarom vindt de marine ook belangrijk om waarom wil ik anders zeggen? Vergatten zijn eigenlijk een van de meest populaire schepen. Waarom? Omdat die alles in ieder geval een beetje kunnen. En die kunnen luchtverdediging dienen, die kunnen onderzeebovenbestrijding, die kunnen met een kanon schieten. Die kunnen gewoon aanwezig zijn. Zijn redelijk betwaalbaar nog, zeg maar. Er kan een helikopter op. Dus je ziet dat die veelzijdigheid heel belangrijk is. En dat komt ook als jij naar een missie gaat om piraterij te bestrijden. En je vaart vanuit Den Helder naartoe. En je zou een schip ontwerpen dat alleen dat kan doen. Als dan halverwege de reis duidelijk wordt dat de Zwarte Zee spannend wordt, dan kan je het schip niet zeggen, oké, we gaan je... Dat schip kan nog maanden volhouden. Kan je niet zeggen van, oké, je moet nu... Als hij daar alleen maar op piraterij is in. We hebben andere raketten nodig, moet even halen. Nee, dus als je een schip hebt, een vergat wat alles zou kunnen, dan kan je dus van taak veranderen. Maar dat kan ook een ramp zijn bijvoorbeeld. Je kan langs een gebied varen. En hoe vaak gebeurt het niet dat er bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting is en dat het schip er langs vaart en dan kan helpen. Ja, dat zijn die verschillende hoofdtaken van de krijgsmacht. Hè? Ja, die in één schip zitten eigenlijk. Ja, ondersteuning van lokale autoriteiten, hè, de internationale rechtsorde of daadwerkelijk echt dat warfighting. Ja. Ja. Beschermen van onze... Ja, bondgenootschappelijk integriteit. Ja, ik vind altijd roeien met de riemen die je hebt, is natuurlijk zo'n uitdrukking. Maar dat is natuurlijk echt wel zo. Kijk, dat zie je ook in verschillende... Nou, als je luchtmacht en marine vergelijkt, de luchtmacht super gespecialiseerd. En vliegen, dat is natuurlijk een ding. En dan zijn ze ook veel in voorschriften en in techniek. En, echt, terwijl de marine veel veelzijdiger is. En dat heeft voor- en tegens. Hè, dus dat maakt het je ook wat flexibeler misschien. Maar soms zijn niet... Marine schrijft ook weinig. Hè, doctrine, marine was een van de laatste met de doctrine bijvoorbeeld. Die schrijft, die blijft toch? Ja, nou, maar landmacht schrijft heel veel. Ja, kijk, de doctrinepublicaties is een hele reeks van boeken. Ja, dus zeg maar waar de TTP's in staan, hoe je, als je onder vuur komt te liggen, hoe je dat moet doen. Ja. Als je luchtsteun nodig hebt, hoe je dat moet doen. Ja. Hoe je de logistiek inricht en ketens. Ja, dus, Hey, maar wat wel interessant is ook, je hebt natuurlijk ook lesgegeven op hoge defensievorm, doe je nog steeds. Ik heb ook lesgegeven. Hebben we het met studenten, dus dat zijn de majors en die dan door moeten, ook wel eens over gehad is van, wat ik daar wel interessant vond, wat je al een keer zei, is van, dus het perspectief tussen een landmacht militair en een marine militair, in het maritieme domein, dat het eigenlijk heel anders is. Hè? Een voorbeeld is bijvoorbeeld als je een fregat pakt, op het moment dat je in die warfighting rol komt en je wordt bedreigd of er komt iets, dan gaan eigenlijk alle luiken dicht, hè? Ja. Dus iedereen verdwijnt van buiten naar binnen, zit achter zijn beeldscherm of een helikopter achter je warp position of een die onderzeeër achter die warp position. Dus voor de mariniers iets anders, hè? Zou daar nog wat tijd misschien aan wijden, maar voor de landmacht is het precies omgekeerd. Als je dat bedoelt. Dus je probeert juist zoveel mogelijk sensoren naar buiten te krijgen en dat soort zaken meer. En het tweede ook, hè? Dus je zit niet altijd op dezelfde plek. Nee. Achter je battlestation. En het tweede is dat de range, de tijd en plaats, hoe ver je kunt kijken, of wat voor soort tijd je kunt kijken, is niet alleen afhankelijk van de sensoren en de wapensystemen die je hebt. Dus je sensor 8 kilometer kan kijken, dan is jouw interessegebied 8 kilometer. Ja. En voor de landmacht is we een hele set van allerlei verschillende sensors en kijkertjes en een wapensysteem, maar dat wapensysteem moet eigenlijk op 5 meter kunnen treffen, het antitankwapen, maar ook het liefst op 8 kilometer. Ja, ja. Hangt er een beetje vanaf of er struikjes tussen zijn, wat het relief is ertussen, waar andere eenheden zitten en dat soort zaken meer. Hoe zit je daar eigenlijk in? En wat betekent dat misschien ook wel voor de mens, de cultuur, en ook hoe je de zaken organiseert in zo'n marine? Van hier. Nou, ik denk, we hadden het al een beetje over afstand. Kijk, voor de marine is 25 kilometer is natuurlijk... Of, is 25? Niet veel. 25 voor de landmacht. Ik ben is een dag en nacht lopen. Ja, maar voor een schip is dat niet. Nou, voor de luchtmacht nog ver, maar dat is dan weer tijdelijk. Dus de afstanden, perspectief van afstanden, van plaats en tijd is echt verschillend. En wat je zegt terecht, een schip is natuurlijk... oorlogsvoering op zee wordt gedaan door relatief weinig eenheden. Het is vaak offensief, hè? Je kan je niet verstoppen. Je kan je niet ingraven. Ja, de onderzeekant is wel een beetje verstopt. Hoor. Dat is de enige die dat een beetje kan. Ja. Nee, maar de rest niet. Dus dat betekent dat je vaak offensief bent. Wie ziet elkaar het eerste kan vaak het eerste vuren. En heeft vaak de eerste beslissende klap. En het zijn vaak ook... Ja, als een schip, als de commandant zegt, we gaan bakboord uit. Of je nou wil of niet, het schip gaat bakboord uit. Op land ja, is dat niet... dat is linksaf, toch? Ja, dat is linksaf, sorry. Vanaf de brug, linksaf vanaf de brug. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk voor een... op land niet zo. Want misschien zegt een eenheid, het is niet te bereiken, gaat de andere kant op. Dat maakt dan heel... Dus frictie, hè, in landmachttermen volgens mij, speelt op zee veel minder grote rol dan op land. Maar wat er lastig op zee is, is dat je dus wapenbereiken gaan misschien wel honderden kilometers ver. Maar dat is die globe ook weer een mooi voorbeeld. De aarde is bol. Dat betekent dat je tot de horizon kan kijken. Ja. En vroeger hadden we een kraaiennest. Hoe ver is dat? Dat is ongeveer 12 mijl, 15 mijl, een beetje van het zicht af. Nou, dat kan dus nog midden worden als het slecht weer is. En de luisteraars moeten even doorrekenen. Oh, sorry, ja, neem een goede. Ja, dat is ongeveer 25 kilometer, 20 kilometer. 50, bij heel goed zicht, maar het is vaak heilig. Hè. Kijk, ga maar op het strand staan, probeer maar naar de zee te kijken. Ja. Soms zie je de windmolens wel, soms niet. Maar daarom bijvoorbeeld ook, als je het over dimensies hebt... voor de marine, voor het maritieme domein... het kunnen gebruiken van het luchtdomein eigenlijk een no-brainer. Je ziet ook die ontwikkelingen vrijwel parallel gaan boven land. Omdat je daarmee iets opent. Je kan opeens over de horizon kijken. En je kan misschien, die kanons in die tijd konden misschien ook al 50 kilometer ver weg schieten. Maar je kon de tegenstander niet zien, dus je moest hem eerst vinden. En nu vanuit de lucht kijken, kan je dat verder zien. Dus het gebruik van andere dimensies is al veel eerder... Doe meteen denken aan een nieuwe podcastserie van Veldheren. Ja. Van, oude commandanten strijdkrachten, ook de baas van de luchtmacht, of de marine en de luchtmacht natuurlijk geweest. En, dus Peter van Uhm en Marten Cruijff. En die hebben een hele aflevering gemaakt over Mission Command. Ja. Mission Command is eigenlijk waar je het over hebt. Hè? Dus het idee van oorlog. Dan gaan we helemaal terug tot de dode oude Pruisische generaal en theoreticus Clausewitz. Die had het dan over frictie en fog of war. En dat alles vaak net iets anders is dan dat het in het eerste ogenblik lijkt. En dat Mission Command dus eigenlijk wel centraal plannen maakt, de doelen stelt, maar dat de uitvoering dus dat zo decentraal mogelijk, zo laag mogelijk in de organisatie weglegt. En dat het initiatief op al die verschillende niveaus uiteindelijk bij elkaar zorgt dat je succesvol bent. Maar wat jij nu eigenlijk vertelt is van, voor de marine... Of de marine of de maritieme platform op zee... is het eigenlijk niet zo heel relevant. Wat misschien wel heel relevant is de technologie en de staat van de technologie. Als ik namelijk 250 kilometer kan schieten en de ander 200... dan heb ik een zone van 50 kilometer dat ik eigenlijk altijd succesvol ben. Ja. Dus hoe zit dat met de rol van de mens in die platformen? Ja, even terug over die commandovoering. Wat wel grappig is dat je dus door die... Traditioneel was een schip, zodra hij de haven uitvaarde... en dan buiten die 25 kilometer kan... kon je nog zwaaien of een licht signaal sturen. Ja. Maar daarna was het schip op zichzelf aangewezen. En dan ging het bijvoorbeeld voor een half jaar naar de oost. Helemaal lang geleden. En dan ging je daar een kolonie stichten bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. Je werd enorm zelfstandig. Nou, dat is natuurlijk met moderne communicatiemiddelen... is dat een stuk minder. Maar nog steeds zit zelfstandigheid wel een beetje in de genen van marinemensen. De commandant is de baas op het schip. De relatie met de mens. Dus een soort god in zekere zin. Die bepaalt wat het schip doet en bepaalt eigenlijk waar jouw woning naartoe gaat. En McChrystal, ik weet niet of je boek ertussen lag. Maar, nee, Team of Team die zegt ook... wat hem opviel... ISAF van Afghanistan. Ja. En die heeft ook alle type domeinen onder zich gehad. En die zegt, wat hem opviel bij marine-eenheden... en zelfs wel meer dan misschien met speciale eenheden... is dat ik ken het begrip van, in ieder geval de Amerikaanse marine... maar in Nederland herken ik het ook wel... unless otherwise directed. Dus een commandant van een schip zal niet per se vragen aan toestemming... aan zijn hogere baas van, mag ik dit doen? Die zal zeggen, ik ga zo dat doen... En als het niet goed is, dan hoort hij het wel. Dus hij informeert hem eigenlijk. Dus dat is een extreme vorm van mission command. En voor onderzeeboot geldt ook helemaal. Hè? Die gaan onder water, zijn absoluut niet bereikbaar meer. Die hebben helemaal een zelfstandige rol. Maar dat zit nog steeds in die zelfstandigheid in diegene. Ja, dat is eigenlijk dus wel. Hè? Maar misschien op een ander niveau. Is dan centraal plannen maken, doelen stellen en decentraal uitvoeren. Je wilt ook een sprongetje gaan maken richting de future of war. Maar voordat we dat doen, moeten we eigenlijk toch wel even weer de historie induiken. En even wat beeld schetsen over wat eigenlijk de theorie is. Hè? En met theorie bedoel ik altijd van... hele slimme mensen die hebben nagedacht over hoe je in dat maritieme domein, met maritieme platformen... en misschien ook wel met andere capabilities, het andere domeinen... dat in kunt zetten om, noem ze dan... een instrument of power neer te zetten... om de doelstellingen van de natiestaat Nederland uiteindelijk kracht bij te zetten. En nou, even teruggaan, je noemde ze straks al Alfred Thayer Mahan. Maar we hebben nog Corbett, hè? Ook een, ja, ik heb hier een paar boeken erbij liggen, hè? Die gaan erover. Ja. Hey, maar zou je even heel in het kort willen uitleggen, zeg maar, wat het idee is van die Mahan? Die heeft dan over, weet je, Blue Ocean... Ja, nou goed, de theorie is natuurlijk... Ik denk, het klinkt al een beetje saai, hè? Je had het over oude Clausewitz, over oude Pruisische veldheren. Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk, omdat er vaak soort algemeenheden in zitten... die helpen om de complexiteit van nu of van de dagelijkse dag te begrijpen. Nou, en Mehenne was een van de eerste die het maritieme domein goed op papier zette... 19e eeuw. En hij was ook een beetje promotor van... dat de Verenigde Staten een grotere navy moest hebben... dus het heeft ook iets van Douget, dat is zeg maar de luchtmachtpromotor. Dus het heeft iets propagandistisch. Van, moeten marines het allerbelangrijkste er is. Dus met die bril moet je het een beetje lezen. Wat hij zei, en dat is denk ik iets wat, nou, we hebben het al een paar keer over gehad. Hij zei, de zee is een highway. Dat verbindt landen, mensen, economieën. Ja. Dat is denk ik niet veranderd. Maar hij zei, degene die command of the sea heeft, die de baas op de zee is... die bepaalt de wereld, die is de wereldbaas. En in die tijd klopte dat ook wel. Hè? De Engelse, de Royal Navy was de baas... en die beheerste was de wereldmacht. Ik denk dat het in deze tijd wat minder is. En daar komt Corbett ook tegen in. Die zegt, die komt wat later, 1914 of zo. Of rond die tijd. En die zegt, oké, die command of the sea... dus het echt beheersen van de zee... Dat is mogelijk. Op zee kan je niks bezetten. Het is hoogstens tijdelijk. En dat omdat die zee zo groot is, onderboven, op water. Ja, er zijn geen bomen, geen huizen, geen dorpen die je kan bezetten. Maar je kan het wel tijdelijk bezetten. Of, dat heet sea control in moderne... oorlogsvoeringstermen, of sea denial. Dus je ontzegt de tegenstander eigenlijk, het gebruik van die zee. En daarmee kan je die highway, die hij ook erkende als een belangrijk iets, kan je daarmee veiligstellen. Wat Corbett ook deed, en dat is wel interessant richting moderne tijd, is dat hij ook zegt, alles wat op zee doen, is ten dienste wat op land gebeurt. Want oorlogen worden gewonnen op land, want daar leeft de mens nou eenmaal. Ja, dat is het hele idee van... Oorlog is natuurlijk een menselijke twist... waarbij de een de wil aan de ander probeert op te leggen. Dus het gaat allemaal over het hoofd en waar wonen mensen. Ja, ja. Vaak wel bij zee, maar... En wat je dan een derde hebt, en dat is een beetje, dat zijn de drie hoofdcategorieën misschien... dat heet dan guerre de corps, jeune de école of handelskrieg. Dat is niet voor niets in het Frans of Duits. Heel lang hebben die landen natuurlijk een zwakkere marine gehad. Wel die highways willen beheersen, of in ieder geval beïnvloeden. Dus dan moet je denken aan een beetje counterinsurgency of insurgency op zee. Dus dat je de zwakkere bent tegen een grote machtige tegenstander, in die tijd dus de Engelsen. Nou, dan kan je denken aan mijnen, nog steeds een heel effectief wapen. Hè? Denk aan in de golf, waar de Amerikanen echt last van hebben gehad. Denk aan onderzeeboten, die natuurlijk een paar keer heel effectief zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog. En de Duitsers en Japanners bijna op de knieën krijgen, de Engelsen op de knieën krijgen met bevoorrading. En de Japanners dat er gewoon niks meer binnenkomt. Maar ook wat we nu A2AD noemen. Ja, dat is breder dan alleen maritiem. Ja, dat je gewoon de zwakkere tegenstander, dat je er gewoon niet meer binnenkomt. Ja, dat je anti-access area denial. Ja, dat je technologisch luchtafweer hebt en vliegtuigen en elektromagnetisch, cyber, dat je gewoon het terrein niet inkomt. Ja. Ja, wat ook interessant is natuurlijk, Mayhem heeft echt over decisive battle. Hè? Ja. Dus dat je hebt een Blue Ocean Navy die de grote zee op gaat, de vijand opzoekt en dan verslaat. En die Corbett, dat is een beetje de tegenhanger, heeft dan over fleet in being. Ja. Hè? Dus een vloot of een marine die je eigenlijk in je havens hebt, maar daarmee gaat zoveel dreiging uit dat je daar eigenlijk effecten mee kunt bewerkstelligen. Even nu naar het hier en nu en eigenlijk ook het linkje naar de toekomst. Als je dan die twee dingen hebt, hè, je hebt dan enerzijds die decisive battle eigenlijk, hè, die ocean-going navy, en aan de andere kant misschien wel een fleet in being. En we kijken even naar de staat van de marine waar we nu in zitten, hè, dus... Er zijn wat maritieme specialisten die zeggen dat we een escorte marine hebben. Hè? Dus een marine die inderdaad met enkele schepen de kop van dijk kan begeleiden. En we moeten weer gaan verschuiven naar warfighting. Waar vind jij dat we eigenlijk nu zitten op het gebied van de marine in relatie tot het maritieme domein? En waar zouden we heen moeten? Ja, ik heb daar een laatste artikel over geschreven, ook voor de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Ik denk dat de marine, maar dat geldt denk ik voor de hele krijgsmacht, dat we een punt staan van strategische heroriëntatie. En wat ik daarmee bedoel, is dat een aantal fundamentele zaken aan het wijzigen zijn. We gaan naar een multipolaire wereld, maar het is niet alleen militair, het is ook klimaatverandering en dat kunnen we nog meer dingen noemen. En als je naar de marine kijkt, zou je dus moeten nadenken, wat voor rol speel je ten opzichte van al die trends? Als de wereld verandert, we vinden dat voor me allemaal... dan moet de organisatie daarop volgen. En wat daar bijvoorbeeld een belangrijke, als je meer naar het militaire kijkt, zie je denk ik dat met het bereiken van wapens, met information warfare, wat denk ik echt een nieuwe toevoeging is aan het palet van warfare, zeg maar. Hè? En dat niet dat het de nature of war verandert, dus de aard van oorlogsvoering, maar het karakter van oorlogsvoering verandert wel daardoor. Ja. En daar hebben we allemaal mee te maken. Dus wat ik nu zeg is niet alleen maritiem, maar wat er voor maritiem betekent is denk ik dat de verwevenheid tussen domeinen aan het veranderen is. Hè? Dus dat betekent bijvoorbeeld, we hebben het over bewapenbereiken gehad, de introductie van kruisraketten op fregatten, onderzeeboten, betekent dat de marine echt een dik, en dat zie je dus in Oekraïne al gebeuren, veel grotere rol heeft op het land optreden. Vice versa ja, ook. Die HIMARS kunnen ook naar zee gaan. Ja. Dus dat je een raket van een oorlogsbodem eigenlijk afvuurt die dan 1000 kilometer inland op een logistiek depot, wat de landstrijdkracht we nodig hebben om bijvoorbeeld de Russische linies te doorbreken. Ja, dus je krijgt veel meer verwevenheid van domein. Die scheiding van, het is nu, zoals je de Falklandoorlog had je heel lang varen. Dat is dan, zo is het ook ingericht nog steeds. Hè? Dan is de Amphibious Task Force Commander de baas. En dan is die amfibische operatie area is veiliggesteld. En dan knip, en dan gaat de landing force de leiding hebben. Ja, maar die scheiding is, dat gaat in elkaar overvloeien. Veel meer. Ook omdat je permanent of veel meer zichtbaar bent dan vroeger. Het is veel lastiger om op zee te verstoppen. Behalve misschien voor een onderzeeboot. Ja, dus die verwevenheid is veel groter. Maar dat betekent, dat geldt voor alle domeinen. En dat maakt denk ik de grote verandering. Is dat we dus veel meer, dat is multidomein. Dat is een beetje, neigt een beetje een buzzword te worden. Maar waar het om gaat is dat je niet meer iemand hebt die... Het is nu de marine, dan de landmacht, luchtmacht, et cetera. Het gaat, dit is misschien het eerste uur de marine. Dan de luchtmacht, dan de landmacht. En het verandert voortdurend. En dat betekent een mindsetverandering. Dus dat je niet meer kan zeggen, nou, het is nu de landmacht in de beurt, dus ik ga achteroverleunen. Maar dat betekent ook dat we elkaar moeten gaan verstaan. En dat heeft te maken met koppelen van netwerken. En dat is niet per definitie zo. He, Link 16, Link 22, dat zit in het luchtdomein en het zeedomein al redelijk. Ja. Op grond misschien in luchtverdedigingseenheden. Maar goed, dat moet met elkaar gaan praten om dat gevecht ook gezamenlijk te kunnen voeren. En daar ligt denk ik wel de grote verandering. En op je vraag, zijn we een escortefloot? Ja, dan moet je dus, en wat daar eigenlijk aan vragen vooraf ligt, en dat is ook waar ik in mijn artikel op oproep, we moeten een debat gaan voeren met welk soort marine lever je de grootste bijdrage aan om het belang van Nederland te behartigen. Hè? En kijk, als krijgsmacht in Nederland zijn we eigenlijk een bijdrage krijgsmacht. We zijn geen Amerikaanse krijgsmacht die alles kan. Sterker nog, zij kunnen niet eens alles. Nee. Dus we zullen daarover na moeten denken, wat voor rol willen we hebben? En ik heb het antwoord ook niet. Maar wat ik wil oproepen is dat we daar debat over gaan voeren. En ik denk dat deze podcast daar ook aan bijdraagt. En alle symposia die er steeds meer georganiseerd worden. Dus het begint te leven. Maar we moeten dat wel doen. We zitten echt op een kruispunt. En om nog één ding te zeggen, sorry, is dat het ook niet nieuw is. We hebben het vaker gedaan. En ik vind een goed voorbeeld altijd de marine die in de jaren 70, 60... hun vliegkampschip kwijtraakt en hun kruisers. Moet je voorstellen dat je klaar was om commandant te worden van een vliegkampschip. Hè, de Karel Doorman. En opeens zeggen ze, je wordt nu commandant van een fregat. Of mij niet erg. Of mij niet. Nou, ja, precies. Maar dat zei ik misschien enorm af. Maar dat is wel de transitie die de marine toe gemaakt heeft. Omdat ze beseften, we kunnen het niet meer betalen, niet meer bemannen. Eigenlijk dezelfde vergelijkbare vraagstukken als toen. Andere wapensystemen, opeens geleide wapens. Die waar we geen antwoord op hadden. Nou, die ontwikkeling. En daar moeten we over voeren. Dat is iets, denk ik, wat ook niet in een visiestukje opgelost is. Maar je moet daar, dat is iets van een langere adem, zeg maar. Nou, het is toch stiekem wat mensen werken, hè? Ja. En we zeggen die feature voor hebben. Volgens mij was je er ook bij, hè? Een 3-4 jaar terug of zo. De slimste koppen uit de wetenschap en de praktijk bij elkaar gehaald. En de Future War Conference hier in Amsterdam. Natuurlijk uitgebreid over gesproken. En wel ook dat de proliferatie, hè? Dus de verspreiding en de versnelling van technologische ontwikkelingen. En niet alleen op dracht van wapensystemen en zichtsystemen. Maar ook op artificial intelligence. Maar ook op data, hè? Dus hoe kun je communiceren over de wereld. Mooi voorbeeld, hè? Ik vind Napoleon, dat is natuurlijk de landheren, zeg maar, ja. Napoleon Bonaparte. Maar uiteindelijk was het ook een marineheer, hè, die zijn suikeroorlog hier in het Caribisch gebied uitvocht. En het nadeel wat Napoleon vond was, ja, je moest een brief meegeven. Hè, en dan over 1,5 jaar kreeg je te horen of het wel was gelukt of niet was gelukt. En die tijden zijn natuurlijk wel wat dat betreft voorbij. Dat gaat heel snel. Je hebt het bijvoorbeeld ook over Link 16. Dus er zijn inderdaad ook weer communicatiesystemen en protocollen en normeringen, weet wat allemaal is. Zodat uiteindelijk vliegtuigen kunnen spreken met andere vliegtuigen, datasets kunnen uitwisselen van doelen, maar ook van, weet je, early warning, wat gaat de ander doen? En dat met de landmacht en met de marine. En niet alleen op heel hoog en abstract niveau, tussen grote hoofdkwartieren, maar dat ook nog eens een keer met de individuele, ja, noem eens even wat, militair of SF, Special Forces Operator, aan de andere kant van de frontline op zijn smartwatch. Ja. Dat zijn wat dingetjes. Het tweede wat je ook ziet, dat heb je ook gezegd over die geopolitieke schuifplaten. Hè? Dus ja, het oorlog was eigenlijk een beetje voorbij. Hè? De end of history. Je hebt, noemt Fukuyama bijvoorbeeld, grote wetenschapper, die zei dat, van dit gaat nooit meer gebeuren. Nou, het is weer, elke dag komt onze tv... ja, kastjes. Ja, maar het grappige is, wat de uitdaging nu is... Ik heb een proefschrift geschreven over de vorige grote verandering, hè, de val van de muur. En wat je toen zag, dat van hoofdtaak 1... Hè, dus dat betekent eigenlijk het land verdedigen. Ja. Samen met de NAVO, onze vrienden, tegen de Sovjet-Unie... gingen we toen crisisbeheersings- en vredesoperaties doen. Afghanistan, Joegoslavië, Eritrea, ga maar door. En wat je denk ik nu de grote verandering ziet, is dat je dus... hoofdtaak 1, dus het verdedigen tegen een serieuze oorlog misschien moet voeren met Rusland of met China. Maar dat je tegelijkertijd zeg maar die hoofdtaak 2, wat we dan noemen, maar dat zijn operaties bijvoorbeeld in Mali of in Afghanistan, ja, of in Syrië, ja, of in piraterij, of ja, dat die nog steeds actief blijven. En dat we ook nog, dat noemen we dan heel mooi hoofdtaak 3, maar dat is eigenlijk een beetje ondersteuning van het binnenlands gezag. He, dat is wat de Marseille doet, dat is counterdrugs, terrorismebestrijding. Dat die operatie, dat we dus nu alle drie moeten doen. Dus dat maakt het ontzettend lastig met beperkte middelen. En dat is niet omdat we krijgen heel veel extra geld bij. Maar schaarste blijft altijd. Dus dat is niet per se een antwoord voor alles. We hebben militair nooit genoeg, hè? Nee, we hebben nooit genoeg. Nee. Ook in de Koude Oorlog niet, toen we op 3% zaten. Dus je moet daarmee mee zien te dealen. Ja, helemaal mee eens. Hè? En wat natuurlijk ook de uitdaging is, zowel in Den Haag, in de beleidsafdelingen... en wat de spulletjes gekocht moeten worden, maar ook... dat werkt op de werkvloer. Nou, bij de landmacht doen we dan doctrines schrijven. Bij de luchtmacht is het weer iets anders. En nou, bij de marine nou, weer iets anders. En dan niet hebben over space en cyber. Dat is allemaal nog even onduidelijk hoe dat er precies uitziet. Maar de truc is natuurlijk, is dat het idee is ook dat je... ja, dat volgt tijdelijk, hè. Dus dat je eerst met in de cyberspace en überhaupt in space... Dat je eigenlijk met elkaar kunt communiceren. Je kunt met satellieten, kun je... weet je, als we iets moeten doen, bijvoorbeeld in China... nou, dan kunnen we dat allemaal bekijken. We kunnen met elkaar communiceren. Twee is, moeten we naar China toe? Dus de marine kan die sea lanes of communication kunnen ze veiligstellen. En dan is dat de supported command, heet dat, geloof ik. Hè? Dus degene die alle ondersteuning krijgt van de anderen. En dan komt de luchtmacht. Die schakelt er dan naar wat strategische en tactische en operationele doelen uit. Zodat de landmacht met zijn landcapaciteit aan land kan komen. Contact kan maken met de bevolking op de vijand. En dan onder een paraplu met elkaar veilig in hoofdkwartieren en grote... logistieke opslagplaatsen kan gaan werken. Maar dat is al een beetje voorbij, zeggen de grote dames en heren. Nou, 3/4 jaar geleden ook, hè. En is dat we ons meer en meer moeten richten om zo'n positions of relative advantage. Dus dat je continu, zeg maar, in een soort schaakspel na moet denken. Niet alleen van, wat moet ik met mijn land of middelen in het landdomein, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de marine bijvoorbeeld in de positie breng dat ze voordeel hebben en vice versa. Ja, die haven niet gebruiken. Ja, maar en ik denk dat het ook begint bij... want je had het begon al even over de individuele militair. Dus soldaat, de marinier, dus de luchtmacht. Uiteindelijk moeten we dus ook... omdat dus als je elkaar goed... als het multidomein optreden als buzzword... maar als je dat goed gebruikt... dus als je elkaars domeinen goed gebruikt... en niet ziet als dan in blokjes... maar tegelijkertijd... dat betekent ook dat je elkaar moet begrijpen. Dus dat je dus moet verdiepen in... we hebben net uitgehaald gehad wat de basis is van het maritiem optreden. Wat is de basis van het landoptreden? Wat is de basis van het luchtoptreden? Daar gaat jouw podcastserie natuurlijk een inzicht in geven. Maar dat weten we vaak niet van elkaar. Omdat in je eerste functies zit je redelijk in je gespecialiseerd. Dus, maar we moeten het wel doen. Want als wij het niet doen, onze tegenstander kan het ook doen. Als jij al die effecten die in de verschillende domeinen beschikbaar zijn... veel meer tegelijk of slimmer kan inzetten... dan bereik je veel meer dan als je zegt... het is nu onze beurt, de rest is nu even, doet niet meer mee. Hè? En we zijn denk ik nog te veel geneigd om te zeggen... wat kan de marine doen als ik op een schip zit? Wat valt in ons? En misschien dat we dan nog wel denken aan een vliegtuig... maar de rest aan land denken we sowieso niet, bij wijze van spreken. Ja, de mariniers maar. Ja, mariniers, maar dat is amfibisch natuurlijk. Maar dat, helemaal volle zee, zeg maar. Echt een zuiver maritieme-achtige setting. Ja, maar dat moeten we dus vanaf. We moeten dus gaan kijken van waar kunnen we elkaar gebruiken... en wat is op dit moment handig. Misschien is het wel handig om... voordat je een landing doet, dat je met cyber een bepaald radiosysteem of radarsysteem... misschien even tijdelijk buiten werking zet, zodat je dus naar binnen kan sneaken, noem maar wat. Dus je moet veel meer breder denken. En ik denk dat vraagt dus om, dat begint dus bij hier op het KMA of op het KIM of op de HDV of alle opleidingen... En misschien ook daarbuiten, want het is natuurlijk niet alleen maar militair. Je kan ook aan buitenlandse zaken denken of aan media of ga maar door. Dat is ook multidomein, is dat je dus begrijpt wat iemand kan, wat hij niet kan, en hoe je elkaar kan helpen en hoe het uiteindelijk bijdraagt aan de greater good of the greater mission. En daar ligt voor mij de grote uitdaging. En wat zou dan de boodschap zijn? Enerzijds de marine mensen en hier dan de marine officieren van de toekomst, maar ook aan al die anderen in die andere domeinen, hè? Landmacht, luchtmacht, cyber, space. Van hoe zorg je ervoor dat we die mekaars domein, en niet alleen het domein zelf, maar onze organisatie, cultuur, de rol van de mens, plaats- en tijdfactoren beter leren begrijpen om uiteindelijk een potentiële tegenstander ook ik denk dat er zit een verschillende aspect. Ik denk dat interesseer, dat is meer het intrinsieke wat je zelf moet hebben. Intrinsiek je in de andere domeinen. En daar hoef je echt niet een specialist in te worden, want je bent een specialist in jouw domein. En dat specialisme is ook belangrijk, want elk domein heeft zijn eigen eigenschappen. Dus het is goed dat er een aantal mensen zijn die dat echt beheersen. Dus, maar verdiep je in andere domeinen. Dus begrijp wat landoptreden is, wat plaatstijd daar doet, wat frictie is. Ik denk ook dat we als organisatie daar ook misschien wat dat moeten sturen. Dat betekent bijvoorbeeld, ik zag een MDO-conferentie laatst waar ook wat suggestie werd gegeven, misschien moet je een Warfare Centers combineren, dus een Joint Warfare Centers. Hè? We hebben nu Warfare Centers waar onze doctrine is en gedacht wordt over oorlogsvoering. Maar dat is allemaal per domein. En ik weet wel dat er natuurlijk echt wel uitwisseling plaatsvindt, maar dat moet dan vergadering. Waarom zit je die lui niet in één gebouw? Nou, voor mij krijgen we nu een joint headquarters, dus je moet het ook wat sturen. Je hebt zelf ook in Den Haag gewerkt. Daar hebben we SOCOM, we hebben lucht, land, zee. We hebben dus allemaal verdeeld in domeinen eigenlijk. Misschien moet je dat ook veel meer gaan combineren, zodat je dus gedwongen wordt om gezamenlijk na te denken. Ja, want al die domeinen natuurlijk en al die afdelingen, die kijken natuurlijk naar vervanging. Bijna bij wijze van 1-op-1 vervanging. Ja. Oké, dit gaat eruit. Oké, daar hebben we iets anders voor nodig. Terwijl, ik heb een stapeltje boeken. Bijvoorbeeld dat Ghost Fleet is ook een leuk boek trouwens. Over wat een scenario voor de toekomst. En dat dwingt je echt wel om anders te denken. Hè? Maar zij worden ook gedwongen. Hè? Want als ze dus iets anders gaan doen, zegt iemand, je wil het niet meer hebben, dan strappen. Dus het is ook het bureaucratische politieke spel wat er speelt. Maar goed, dat is misschien een ander onderwerp. Ja. En wat denk ik ook is, maar dat is dat je ook misschien is dat je ook ruimte krijgt om een andermans domein te kijken. Ik bedoel, vaar een keer mee een week met een schip of 2 weken. Daar haal je echt niet alles uit. Maar je hebt wel het gevoel van, bijvoorbeeld afstand, van tijd, van wat het is om op een schip te zitten. En jullie op land zie je af in de modder, en de kou en de regen. Op zee zie je af, omdat het schip enorm tekeer gaat. Ja, volgens mij gewoon. Dus dat geeft iets gevoel voor. En hoe zo'n schip dus, wat jij zegt, ik denk dat het voor jou best wel apart is als we gaan bakboord uit, naar links. En je hele schip volgt. En je ziet ook dat niemand daar echt mee bezig is. Nou, wat mij intrigeert is dat gaat nu allerlei radertjes draaien, is het idee van, maar als je dan je vaart, het landperspectief en het maritieme perspectief. Je vaart, er is een dreiging, er wordt op je geschoten en dan gaan eigenlijk alle luiken dicht. Iedereen gaat naar de vaste plek. En je ziet hem binnenkomen en je doet je tegenmaatregelen. Dus, of je schakelt die raket uit of jij wordt uitgeschakeld, toe. Dus je concentreert, snap je wel? Ja. Dus je trekt alles bij elkaar. Ja. Terwijl als we met een bataljon bijvoorbeeld infanterie, of een bataljon of een brigade van een landcomponent voorwaarts gaan en de eerste schoten vallen, doen we het tegenovergestelde. We verspreiden juist. Want als je concentreert, dan ben je een lonend doel voor je tegenstander. Dan word je over het algemeen sneller uitgeschakeld. Is de impact groter. Dus je doet je juist verspreiden. Je probeert zoveel mogelijk sensoren en diversiteit aan wapensystemen en tijd en plaatsen bij elkaar te brengen. Ja. Dus er zijn echt wel andere. Maar daarmee geconfronteerd, we hebben natuurlijk de VOST-area's. Dat is in Engeland, waar we onze schepen greep maken voor oorlogsvoering. De luchtmacht doet dat in Red Flag bijvoorbeeld. De landmacht doet dat, denk ik, met de Duitsers samen. Dat weet ik dus al niet. Dat zegt al iets. NAVO-certificering. Dat soort oefeningen zou je elkaar veel meer moeten laten deelnemen. Niet om het alles te weten, maar gewoon gevoel te krijgen voor dit soort vraagstukken. Maar dat helpt je namelijk als je dus een operationele opdracht krijgt en je wilt het multidomein benaderen, dat je denkt, weet je, dat zoals misschien de tegenstelling tussen verspreiden of concentreren. Ja. Als dat ook als je ook daar jouw bijdrage in ziet, dan geef je misschien de verkeerde bijdrage. Snap je? Dus ik denk dat dus elkaar leren kennen is denk ik heel belangrijk. Dus dat Ja, er zijn alle goede initiatieven over hè? En we zijn ook binnen de Nederlandse Defensieacademie, maar ook wel in de operationele wereld, zijn we natuurlijk heel sterk bezig met simulatie. Ja. Wargaming. Misschien is dat wel beter gezegd. Wargaming en tactical decision games. Nu wat leuke ontwikkelingen, ook hier op het kasteel zelf, om eigenlijk die multidomein omgeving scenario's neer te leggen, waarbij je afhankelijk bent van elkaar. Ik denk dat het, en voor het debat over van welke kant moeten we nou op, voor heel de krijgsmacht. Ja, je noemt dat boek Ghost Fleet. Dat schetst een scenario voor de toekomst van de oorlog. Het hoeft helemaal niet waar te zijn. Waarschijnlijk, het gaat sowieso niet waar zijn, want we weten niet hoe de toekomst eruit ziet, klopt, helaas. Ja. Maar dat zal ook nooit veranderen. Dus we moeten dus daarmee wargamen om verschillende scenario's uit te proberen. En misschien als je die dan gezamenlijk aanloopt, leer je ook van wat iemand kan bereiken in dat domein, of kan bijdragen in dat scenario. En als je meerdere scenario's doet, en inderdaad, hier wordt een wargame center voor mij, gaan ze oprichten. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om jezelf voor te bereiden op iets wat komen gaat, wat je niet weet. Dat hebben ze natuurlijk in het begin van de Tweede Wereldoorlog ook gedaan. Hè? Dus de oorlog in de Pacific was gewargamed, waardoor ze het idee van island hopping al uitgedacht hadden. En ook achterkwamen dat het inzet van het luchtwapen, wat vanaf een carrier, toen relatief nieuw, hoe je dat doet. En dat heeft ook te maken met hoe je de dingen op het dek parkeert. Hoe snel die dingen in de lucht kunnen bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen kan je al oefenen. Maar dat helpt je ook om te begrijpen wat er gebeurt in het onbekende of het andere domein en hoe je dat effectief kan inzetten. Dus ja, daar zouden we veel meer op in moeten zetten. En dan moet je dat ook niet een landmacht wargame doen, dan moet je gewoon een gezamenlijke wargame doen of een marine wargame. Ja. Het blijft fascinerende materie, Roy. En we gaan nu toch langzaam richting een afronding. Ik denk, we het over hebben gehad, we hebben het over het maritieme domein gehad. En leuk dat je die wereldbol meeneemt, dat het heel sprekend is. Hè? Zeker vanuit de historie, maar ook een beetje vanuit de theorie. Nou, je hebt dan niet zo heel veel doctrine, maar misschien ook wel naar de toekomst. Hoe dat het spel voor geopolitiek en handel eigenlijk kenmerkend is van hoe de maritieme domein eruit ziet. Hè? Dat maritieme domein is niet alleen de marine actief, maar ook van die andere operationele commando's noemen we dat. En, maar ook dat het in het maritieme domein is gewoon uitgestrekt. Het is eigenlijk leeg, hè? Maar je kunt er aan de andere kant niet makkelijk verstoppen. Het gaat ook over platformen, hè? Systemen die je eigenlijk bij elkaar brengt en die er eigenlijk als een soort van unieke fregat eigenlijk al hun taken kunnen uitvoeren en zelfstandig zijn. Dus dat is denk ik heel interessant. Maar het betekent ook iets voor hoe zo'n marine eigenlijk dan ook georganiseerd is. Het heeft impact op hoe je eigenlijk vecht. Maar we hebben het ook gehad over bijvoorbeeld wat het betekent voor cultuur. Hè? Nou, marine mensen die eten met mes en vork. De militair die eet, de landbouwmilitair die eet met zijn handen. Maar we hebben het ook over gehad hoe dat dan zit met havenbezoeken. Dat dingen, maar dat die cultuur, dat het belangrijk is en dat we voornamelijk het mensaspect, dat we elkaar toch wel wat beter moeten leren kennen. Niet omdat we dat graag willen, omdat het leuk is, maar omdat het de uiterste noodzaak is. Hè. We kunnen niet meer domein voor domein de vijand eigenlijk in piecemeal, heet het in het mooi Engels, in stukjes verslaan en dan op het laatste moment contact maken met de bevolking of de vijand. We hebben elkaar nodig in tijd en plaats om onszelf en de NAVO, misschien wel onze westerse waarden en normen, om dat toch weer terug te brengen naar die wereldbol. Ja, te verdedigen datgene wat ons dierbaar is. Dus ik geef jou sowieso de last famous words. Is iets wat jij wil delen als een boodschap aan de dames en heren die hier zitten, die misschien wel potentieel ooit richting de krijgsmacht willen komen, of misschien ook wel binnen de bredere krijgsmacht aan het werk zijn. Ja, dankjewel. Mooie samenvatting. Ik denk dat het belangrijk is, verdiep je in elkaar, verdiep je in elkaars domeinen. Ik denk dat dat belangrijk is om elkaar te begrijpen. Dat multidomein is misschien een buzzword, maar uiteindelijk is het belangrijk. Dat moeten we echt het verschil in gaan maken. En het is bovendien ook interessant, want het is ook echt een verrijking voor je. Maak je eigen optreden en functioneren ook interessanter. Ja, en voor de mensen die naar de krijgsmacht willen komen, ik denk dat het ook een voorbeeld is van de diversiteit die de krijgsmacht is en waarom de krijgsmacht zo'n interessante plek is om te werken. En het gaat ergens om en het is bijzonder divers. Het is nooit saai, het is altijd anders. En dat maakt het denk ik bijzonder interessant. Dus dat wou ik eigenlijk wat meegeven aan de mensen. Ja, see the world, join the Navy. Ja. Roy, in elk geval... Goed dat jij het zegt. Super bedankt dat je er was. Graag gedaan. En wij zien elkaar binnenkort weer. Hè? Een mooie symposium over de kerntaken warfighting. En dan gaan we dan eens even op 12 mei wat dieper op in. Dankjewel en succes met alles waar je in bezig bent. Ja, jij ook. Multidomain operations, dat was het thema van deze podcast. Ik denk als ik iets zou moeten meegeven aan de kijker thuis, is het verdiep je in elkaars domein. Hè? We zien er anders uit, we praten misschien anders, we hebben een andere achtergrond, maar we hebben elkaar nodig. Multidomain operations is meer dan een buzzword, het gaat over meer samenwerken. Hè? En dat betekent begin bij elkaar leren kennen en begrijpen. En dan maken we er samen een beter product van. En dat zullen we moeten doen. Want als wij het niet doen, doet de tegenstander dat.